De Arnhemse luchtkwaliteit lijkt niet in orde. Ja, we doen een aantal voorstellen. Er zijn ook een aantal maatregelen die we nog niet helemaal hebben uitgewerkt. We hebben wel 3 maatregelen waar we ook echt de financiën voor hebben kunnen vinden. Dat hebben we mede kunnen doen omdat de staatssecretaris ook ziet dat er in Arnhem een aantal plekken zijn die gewoon ook echt niet op orde zijn. Dus die is ook bereid om daar geld aan te geven. En dan gaat het over het uitbreiden van de milieuzone met bestelverkeer. We hebben natuurlijk sinds 1 januari dat voor auto's geldt. We willen dat nu uitbreiden voor bestelverkeer. De tweede maatregel is dosering van het verkeer naar de binnenstad. Dus dat betekent dat mensen die naar de binnenstad willen, die moeten dan natuurlijk makkelijk kunnen komen. Mensen die via de binnenstad ergens anders willen komen, die hebben natuurlijk eigenlijk liever dat die omrijden. Dat is goed voor de bereikbaarheid van de binnenstad, maar dat is ook beter voor de lucht. En de laatste maatregel die we graag willen realiseren is de walstroomvoorziening. En dat is een stroomvoorziening waardoor de boten geen dieselaggregaten hoeven te gebruiken, maar gewoon met elektrische motoren kunnen gaan werken. Deze 3 maatregelen hebben zowel de gemeente als de staatssecretaris van gezegd. Nou, dat zijn ook echt maatregelen die effect zullen hebben op die luchtkwaliteit. En dat is met name zeker ook rondom het centrum heel erg belangrijk. Mevrouw Paap, door het college wordt ook gesteld dat de luchtkwaliteit in Arnhem niet in orde is. Hoe kijkt u daar tegenaan? We hebben een verschil tussen gemeten luchtkwaliteit en berekende luchtkwaliteit. Blijkt dat in de metingen eigenlijk maar op 2 plekken in de stad het boven de norm is. En dat is 1 is bij Muzes. Dus ja, wij vinden eigenlijk dat we doen soms net alsof we hier in een gifbubbel wonen. Maar dat valt eigenlijk reuze mee. Nou doet het college eigenlijk 3 concrete voorstellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Hoe kijkt u tegen die voorstellen van het college aan? De milieuzone hebben we natuurlijk over gehad. Daar zijn wij niet echt een voorstander van. Maar die is er en die komt er gewoon. Het andere voorstel is het omleiden van verkeer rond de stad. Mensen die niet in Arnhem hoeven zijn, maar bijvoorbeeld van Apeldoorn naar Nijmegen gaan, die hoeven niet dwars door Arnhem, maar die gaan eromheen. Nou, ik denk dat dat sowieso een hele goede is, ook voor de verkeersopstoppingen in de stad en ook voor de schone lucht. We hebben het ook over walstroom. Nou, dat is ook een hele goede, want de dieselmotoren die in de Rijn liggen te pruttelen, ja, die kunnen ook gewoon met een stekker in de kade. En dat is natuurlijk ook gewoon een hele goede oplossing. De luchtkwaliteit is belabberd in Arnhem. Moet veel beter. Ik vind ook dat we veel verder moeten gaan en dat die normen strenger moeten. D66 heeft een motie samen met ons voorbereid om die normen aan te scherpen, zodat de WHO-normen worden gehanteerd. Vinden we een hele goede verbetering van het voorstel. Ja, en verder worden er allerlei zaken benoemd die nog niet geconcretiseerd zijn, maar die in de toekomst wellicht handen en voeten gegeven kunnen worden. Dus er is genoeg ruimte. Wat ons aanraadt, het autoverkeer zou vooral ontmoedigd moeten worden. Dus wij vinden als je doorstroming gaat verbeteren en vervolgens het aantal parkeerplaatsen gaat uitbreiden in de binnenstad, zal dat waarschijnlijk geen goede gevolgen voor de luchtkwaliteit hebben. Je trekt extra autoverkeer aan. Wat ons betreft wordt de binnenstad op termijn gewoon autovrij. En in ieder geval voor niet-elektrische voertuigen. Het college komt met voorstellen om dit te verbeteren.